klooster Monnikhuizen werd door Reinald II gesticht in 1342, enkele kilometers ten noorden van de stad Arnhem. Ruim twee eeuwen lang leefden er monniken van de sobere Kartuizenorde op veilige afstand van het drukke wereldse leven. De eeuwen nadat de Kartuizen kloostergemeenschap uiteenviel en het kloostercomplex in 1572 verwoest werd, breidde Arnhem zich uit. Hierdoor werd het afgelegen terrein met de resten van monnikhuizen langzaam maar zeker onderdeel van het stedelijk gebied. De plek waar de monniken van Monnikhuizen lange tijd woonden, werd het eerste stadspark van Arnhem, Klarebeek. Uit geschriften blijkt dat de locatie van het klooster al veel eerder in verband werd gebracht met monniken. In het jaar dat de plaatsnaam Arnhem voor het eerst opduikt, werd ook de plek Monnikhuizen al genoemd, op basis van een oorkonde uit het jaar 893. Het gaat hier om een oorkonde behorende bij de kloostergemeenschap van Prüm in Duitsland. Deze Duitse gemeenschap van monniken beheerde destijds veel grond op de Veluwe en ook rondom Arnhem. Kartuizen kloosters waren alle min of meer volgens eenzelfde patroon opgebouwd. Een Kartuizen kloostercomplex was normaal gesproken ommuurd. Een poort gaf toegang tot het complex. Tegenover de poort stonden de kerk en enkele andere gemeenschappelijke gebouwen, zoals de bibliotheek en de keuken. Achter de poort bevond zich een plein, waaraan de werkruimtes van de lekenbroeders lagen. Gemeenschappelijke gebouwen stonden vaak aan een kleine kloostergang die in verbinding stond met een grotere kloostergang die een tweede open terrein omsloot achter de gemeenschappelijke gebouwen. In het midden hiervan bevond zich onder andere een begraafplaats. Aan de grote kloostergang waren de afzonderlijke huisjes of cellen van de monniken gebouwd. Iedere monnik had een dergelijke cel ingeklemd tussen kloostergang en buitenmuur. De cel was toegankelijk via een deur aan de kloostergang. De benedenverdieping van de cel deed meestal dienst als werkvertrek en er was een stookgelegenheid of een keuken. Het bovenvertrek was een eenvoudig ingerichte ruimte met boekenkist, een bed, een tafel en enkele stoelen. Hier verbleven de monniken het grootste gedeelte van de tijd. De tuin van de cel, waar zich ook een toilet bevond, was omsloten door de muren van de eigen cel en de ommuring van het klooster. Omdat alle Kartuizen kloosters min of meer dezelfde opbouw hadden, is het aannemelijk dat ook het complex van Monnikhuizen een vergelijkbaar plattegrond heeft gekend. Hoe het klooster Monnikhuizen er exact heeft uitgezien, is echter niet duidelijk. De bewaard gebleven kaarten en geschriften geven geen eenduidig beeld. Kende haar hoogtepunt vanaf 1368 toen Hendrik van Kalkar prior werd. Het klooster bevat vele boerenhoeven en landerijen op de Veluwe en Nijbroek. Rond deze tijd verbleef ook Geert Grote in Monnikhuizen. In de jaren waarin hij als provenier bij de Kartuizers leefde, maakte Grote een ingrijpend bekeringsproces door, waarna hij afstand deed van het wereldse leven.
Hij richtte de moderne devotie op, een beweging die gezien kan worden als een hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk en de maatschappij. Als economisch en religieus florerend kloostergemeenschap was Monnikhuizen ruim twee eeuwen een sieraad voor het hertogdom. En deze bloei was na de reformatie echter volledig ten einde. Na de verwoestingen en plunderingen van Monnikhuizen werden de nog bruikbare stenen gebruikt voor de bouw van de vestingwerken van de stad Arnhem.